Voor de Amelanders is het al langer een bekend beeld. Baggerschepen op de route van en naar het eiland. En ook toeristen die deze zomer Ameland bezochten konden vanaf de veerboot de schepen zien die druk bezig zijn met het uitbaggeren van de smalle vaargeul. Dat volstaat de komende jaren nog, maar het dichtslibben gaat nu zo snel dat er op langere termijn andere maatregelen nodig zijn. Terwijl de Oert straks vertrekt vanuit Holwert, vaart de Pieter Hubert de Waddenzee al op. De sleephopperzuiger die nodig is om Ameland bereikbaar te houden. Met de storm zoals we de laatste keer in maart gehad hebben, zou we zo stuk en zo in één keer dicht kunnen lopen binnen 24 uur tijd. In zo'n korte tijd? Ja, in zo'n korte tijd zou er een bult kunnen ontstaan waar de veerboot niet meer langs gaat. En dus wordt er dagelijks gebaggerd om te voorkomen dat de vaargeul snel weer dichtloopt met zand en slip. Dat zou dus betekenen dat als het stormt en we krijgen een noordwestenstorm of een westenstorm, dat al dit zand met de golven in het diepe deelte van de geul terechtkomt. Er wordt op meer plekken op de Waddenzee gebaggerd om de eilanden bereikbaar te houden, maar nergens zoveel en zo vaak als op de route naar Ameland. Dat heeft oorspronkelijk te maken met de vele indijkingen en inpolderingen die we hebben gedaan in het verleden. En daardoor is het hele gebied, de hele binnenzee, het hele Waddengebeuren is met 2/3 afgenomen in de oppervlakte. Het gebied is veel kleiner geworden. En daardoor wordt er steeds meer zand en slip aangetrokken in dit gebied. En dat bezinkt en daardoor krijg je hogere wadplaten en heb je dus meer onderhoud van de vaargeul nodig. 1100 ton zand wordt in één keer gelost op zo'n kilometer van de vaargeul. En dat gebeurt vandaag nog zo'n 5 tot 7 keer, afhankelijk van het tij. Alles om de route van en naar Ameland op voldoende diepte te houden. De komende jaren, als dat verondiepingsproces zich in de Waddenzee zal doorzetten, zullen we misschien nog meer moeten gaan baggeren. Rijkswaterstaat denkt na over alternatieven, zoals het varen met meer veerboten die elk minder vracht vervoeren en dus minder diep liggen. Maar voorlopig zal de Pieter Hubert nog nodig zijn om de bereikbaarheid van Ameland te garanderen. Behalve ondiepere schepen wordt er ook gekeken naar een eventuele verplaatsing van de veerhavens. Maar dat gaat veel kosten. Ik denk dat je zoveel investeringen moet doen dat de extra investeringen van nieuwe aanlandingsplaatsen, bijvoorbeeld in Verwert of hier op het eiland, en de nieuwe geulen die je daarvoor weer moet gaan baggeren, zowel financieel als qua natuur, grotere nadelen zullen hebben dan de huidige route. Maar zoals gezegd, Rijkswaterstaat onderzoekt, wij moeten dat netjes afwachten. Ja, Rijkswaterstaat verwacht half september alle alternatieven die haalbaar zijn op een rij te hebben. Het kabinet neemt waarschijnlijk in het najaar dan een besluit.